Goeiedag, baie welkom bij een Mosaïek Oordenking. Ons bezig om te reis met die woorde, waarom is jy kwaad? Is een vraag wat die Here aan Kain gevraagd. Is een vraag wat hy aan ons vraagt. Kain het nie op die reis gegaan en die uitnodiging aanvaar, om in contact te komen met sy woede en te proberen verstaan waar het vandaan kom en daar oor te heers nie. Judas, die kleinboetie van Jezus, het een boek geskryf. Het is net een bladzij. Het is die tweede laatste boek in die Bijbel. En hy het een probleem met die wereld waarin hy leef. En hy sê, hier is sy probleem. Hulle kies om die pad van Kain te volgen. En dan brei hy daaroor. En een van die groot goed wat die pad van Kain is, is om te leven volgens jouw drifte, jouw emoties, jouw gevoelens. Is om toe te geven, want dit is wat Kain gedoen het. Hij het kwaad geword. Hij het toegegee in die woede. Hij het laat die woede heers oor hom. En hij het eindelijk gedoen wat die woede gevraagd hij moet doen. Sy uitnodiging is, ons is mensen. Ons kan kies. Dit was die Here se uitnodiging Kain. Kain, ek weet hoe jy voel. Jy het groot pijn, jy het een verlies gelei. En langs jou woede is een groot poel tranen. Maar Kain, wat jy doen moet dit wat met jou gebeur het, is uiterst belangrijk. Judas gebruikt 5 metaforen. Hij sê, in die eerste plek, is die mensen wat die pad van Kain kies, hy sê, is waterloze wolken. Met ander woorde, wolken wat lyk en belovend is, hier kom reën, ons het het so nodig, maar het geen het nooit reën nie. Hy sê die sterre, dwaalsterre, die message sê, lost stars on the way to the black hole. Wat een beeld. Als jij iemand is wat net toegee aan jou drangen, aan die emoties wat in jou is, is jy soos een dwaalster, jy is een ster wat bezig is om uit te brand, net gaan verdwijnen, niks gaan van jou wees nie. Is jy soos golwe van die see, wat net skuim los, wat vir 'n oomblik is, ons het weg. Ek onthou as 'n kind, hoe ons tijdens vakantie vroeg in die ochtend opgestaan het, uitgegaan het naar die see, om eerste daar te wees, om te kijken wat die see vir ons gebring het. Daar spoel interessante goed uit, skulpe, goed van bote af, wat al waardevol kan wees. Hey, Judas sê nee, nee, nee. Iemand wat die pad van Kain kies, daar is een gedruis, daar is belofte, maar op die einde is daar niks wat gelever word nie. Hy gaan om te sê, hulle is soos skandvlekke, vuil kolle, by jy ete. Ons die een keer bij een baie interessante restaurant gaan eet, hoogs aanbeveel. Toen ons daar kom, toe is die borde nat, en die tafeldoek is vuil, hy is nie vervang nie. Die vorige mense se merke van die kos, wat ook al plaasgevind het daar, is op die tafeldoek. Skielik, proe die kos nie lekker nie. Want het word nie goed voorgesit nie. Dit is nie goed nie. Dis beelde wat Judas gebruik om te sê, dis hoe dit is as jy hier die pad kies. Dit vat jou nergens nie, en is asof jy nou hier na die tweede, derde metafoor sê, ek kry die punt, Judas. Maar Judas sê, dis so belangrijk. Want weet jy wat? Dis iets wat ons so makkelijk kan oorkyk. Ach, dis nie regtig woede nie. Ek is net gefrustreerd. En allemaal word in elk geval kwaad. En dit is niet zo belangrijk, niet goed wat met mij gebeurt, het is belangrijk. Die leven waarna toe God ons uitnooi, draai die wereld op zijn kop. Wat voor niemand belangrijk is, nie, is voor ons belangrijk. Ons kan spot oor ons woede. Ons kan trots wees op die feit dat ons met woede zit en kwaad is. Ons kan zeggen, dit is nou maar hoe die van hem erwis is. Of dis nou hoe ons familie is. Nee, die uitnodiging is om het ernstig op te nemen. Want dis deel van jouw leven. Dis wat jouw leven gaan bepaal.
als jij en wat jij doet met jouw emoties en jouw behoeftes en jouw begeertes, jij moet daar oor heers is die uitnodiging. Jy moet gloeien dat je kan. Je moet gloeien dat dit is waar oor die leven gaan. En dit is niet ander mense se probleem nie. Dit is mijn probleem. Het is die groot strijd in die leven. Hierdie strijd is een goed en kwaad en het vindt hier binnen in my plaas. En het is een gevaarlijke vijand. Het is zonde. Het is boos. En het is nie net idees nie. Het is nie ou mens stories nie. Het is krachtige machte waarmee ek te doen krijg. En wanneer ik besef dat ik die vermoed en dat die pad van die goeie en die goeie te kan onderskei en die goeie te kan kies, gaan vir my lewe bring. Deur die kwaad kan die bose nie oorwin nie. Maar deur die goeie te kies, kan die kwaad in jou lewe oorwin word. Jy kan agterkom hoe hierdie woede in jou omgesit word as jy 'n ander pad kies. As jy insig kry waar dit vandaan kom, wat het doen in jouw leven, kan je die pad van liefde kies. En dit is waarvoor Judas bepleit. En hij sê, kies genade, kies liefde, dis wat Kain nie gekies het nie. Dan gaan jy uitvind, my woede word omgezet in meegevoel. Soveel van liefde het te doen met wat je doen met woede. Die liefde verdra, beteken goed wat niet goed is nie, gebeur met mij. Maar ek sit op met dit. Die liefde vergewe. Die liefde glo die beste van die ander persoon. Die goeie oorwin die kwaad in jou leven. Klein treekies kan baie groot verskille meebring in jou innerlijke wereld. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ons dankie vir die woord wat jy vir ons gee. En dankie dat die woord 'n lig is vir ons pad, dat ons achterkom hoe die leven is, hoe ons leven is. Help ons allemaal, om te deel met die verliezen, die pijn wat ons pad langs kom. Help ons om die pad van liefde te kies. Help ons om oor ons woede, ons angst, ons droefheid te heers, in die naam van Jesus. Amen.